In de Galerie Aalbrecht in Rotterdam-Delfshaven, waar een tentoonstelling van Edson wordt gehouden, geven Rotterdamse kunstenaars op de zaterdagen en zondagen van januari demonstraties van de techniek van het etsen. Daarbij wordt in een op een zinken plaat aangebrachte waslaag met behulp van een etsnaald of eenvoudig een spijker een lijntekening gemaakt. De plaat wordt vervolgens in een zuurbad ondergedompeld, waarna op de plaats van de lijnen door de inwerking van het zuur groeven ontstaan. Nadat de resterende waslaag geheel is verwijderd, wordt de plaat geïnkt, waarna de inkt uit de groeven onder de pers wordt overgebracht op het papier. Het is een techniek die onder andere onze grote schilder Rembrandt volmaakt beheerste. Ook zijn tijdgenoot Hercules Segers hanteerde de ets als uitdrukkingsmiddel. Door verschillende plaatjes volgens een bepaald patroon gelijktijdig onder de pers te leggen, kan men in één drukgang verbluffende resultaten verkrijgen. Met een groot aantal voorbeelden van etsdrukken tonen de kunstenaars de bezoekers van de Galerie Aalbrecht de gevarieerde mogelijkheden van deze techniek. Door de samenwerking van de galerie en onder andere het historisch museum De Dubbel de Palmboom wordt een bezoek aan de expositie nog aantrekkelijker gemaakt. In het museum namelijk, waar ook bijzondere oude etsen te zien zijn, bestaat voor het publiek op de zondagen de mogelijkheid om zelf kleine etsen te maken. En die kans werd en wordt gretig benut. Zodra de nieuwsgierigheid naar het resultaat bevredigd is, worden de zinken plaatjes geïnkt, waarna in een kleine handpers afdrukken gemaakt kunnen worden. Een spannend moment is voor elke aankomende kunstenaar het verschijnen van de afbeelding. Bezoekers uit alle leeftijdsgroepen zijn zo vertrouwd geraakt met de etstechniek, dankzij de moderne aanpak van het in een voormalig pakhuis gevestigde historisch museum De Dubbel de Palmboom.